Nu blijkt dat medewerkers van de forensische psychiatrische kliniek in Den Dolder, waar Michael P. De verdachte vast zat, dat die worden nu bedreigd door allerlei mensen uit de buurt, et cetera. Wat vind je daarvan? Begrijp je dat? Nee, want dan heb je het over misdrijven. En het is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar om dan te reageren met eigenlijk zelf strafbare feiten te plegen, namelijk mensen te bedreigen, dan ben je toch wel verkeerd bezig. Die mensen zijn zo woedend, die zeggen, ja, daar hadden ze beter moeten oppassen. Dat is het sentiment. Begrijp je dat, Lotte? Ik begrijp wel inderdaad het sentiment dat je zegt van, hè, deze man had nooit vrij mogen rondlopen. Maar tegelijkertijd sluit ik me volledig aan. Dat betekent niet dat jij daardoor zelf strafbare feiten mag plegen. Nee. En dan ging het heel erg over die TBS, hè, die wel of niet opgelegd had moeten worden. Jij hebt er nog een eigen idee over, Willem-Jan. Nou ja, je zou bij bepaalde feiten, met name bij levensdelicten, zou je het eigenlijk op een gegeven moment om moeten draaien. Dat je zegt van, als blijkt dat iemand toch een stoornis heeft omdat hij dit soort feiten pleegt, dan krijg je een TBS. En dan moet jij maar aantonen dat je geen stoornis hebt. Ja. Dus dan draai je het gewoon om. Hè. Dus dan kun je niet meer zeggen van, ik weiger, dus ik loop de kans. Want nu was het zo dat hij niet mee wilde werken aan het onderzoek en dus is er geen TBS opgelegd. Jij zegt eigenlijk, iedereen die dit soort rare, bizarre, extreme dingen doet, moet per definitie TBS krijgen. Ja, en dan toon jij maar aan door middel van een persoonlijkheidsonderzoek dat je geen stoornis hebt. Ja. Lotte, ik zie jou knikken. Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Absoluut. Heb je dit ook wel eens meegemaakt als strafrechtadvocaat, dat je hier gefrustreerd over was, ja of nee? Het blijft gewoon een lastig punt. En je hebt bepaalde verdachten waarvan ik ook denk, nou, die moet gewoon echt behandeld worden, wil die zo weer de maatschappij in kunnen. En rechters zeggen dan, ja, maar ik wil niet op de stoel van een psychiater gaan zitten. Nou ja, daarom zeg ik, dan zou je het dus om moeten draaien. Want er zijn zaken, daar kun je op de klompen aanvoelen dat er iets mis is met iemand. Ja. Anne Faber, ja, een meisje eigenlijk in jouw leeftijd, Lotte. Hoe heb jij daarnaar gekeken de afgelopen tijd? Ja, geschokt. We werden natuurlijk van elke ontwikkeling werden we op de hoogte gehouden. En dat is inderdaad iemand van mijn leeftijd. Volgens mij studeerde ze ook nog. Nou ja, niet ver van Amsterdam in Utrecht. Ja. Die een fietstochtje maakt. Nou ja, dat doe ik zelf ook wel eens. En vervolgens niet meer terugkwam. Ja. Ja, heel schokkend. Vreselijk. Ja. Gaan we naar een andere zaak. Astrid Holleder, die heeft dat boek geschreven over haar familie. En die filmrechten zijn nu verkocht aan Amerika, werd dit weekend duidelijk. Zij reist dus naar Amerika af om...